Hallo iedereen, welkom weer bij een Pinterest video. Vandaag gaan we papieren lampionnen maken met uitgeprikte bloemen erop die een leuk effect 's avonds geven. Maar wat heb je hier allemaal voor nodig? Het ziet er heel simpel uit. Het moet vast en zeker binnen 2 minuten lukken. Ik heb dus wat papier en ik heb al wat foam klaar liggen, gewoon wat rubberen foam. Ik heb een dikke naald om in te prikken. Ik gebruik zelf een potlood om het uit te tekenen. En is inderdaad wat mooier, dikker gekleurd karton. Dan teken ik een figuur erop uit. Ik teken zelf een bloem en een vlinder. Je kunt ook even een figuurtje uitprinten wat je zelf mooi lijkt. Zo kun je bijvoorbeeld een boeddhaatje uitprinten die je natekent. Je kunt een skyline natekenen. Eigenlijk alles wat je maar wilt. En als je alles uitgetekend hebt en je bent tevreden, ga je prikken. Gewoon rustig aan goed doorprikken dat je mooie gaatjes krijgt. Niet dicht op elkaar, dat je natuurlijk niet uitdrukt. En als je het helemaal te klaar hebt, kun je hem omdraaien, want dit is de kant die je gaat zien. En als je tevreden bent, dan kunnen we hem gaan dichtplakken. Ik gebruik wat dubbelzijdige tape om het even dicht te plakken. En ik kom bij de action vandaan. Eigenlijk zal alles wat ik gebruikt heb ook even in de beschrijving neerzetten. Dus als je een vraag hebt, kun je daar even aan kijken. Vouw nu je papier rond en plak het dicht op de dubbelzijdige tape. Je hoeft eigenlijk niet te wachten tot het droog is, dat is het ideale van de tape. Dan heb je een mooie koker. Deze koker kun je over een glas heen zetten met daarin een kaarsje en dan krijg je dit mooie effect. Ik heb het half overdag gefilmd, waardoor je het niet helemaal goed zag. Maar ik vind het effect wel super mooi geworden. Je ziet hier dat ik een kaarsje erin heb zitten. Ik heb dus 2 bloemen gemaakt en ik heb ook een zon erop gemaakt. Zoals van Rapunzel. En ik vind ze super gaaf geworden. En ik hoop jullie ook. Nou, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden en geef natuurlijk een duimpje omhoog. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Vergeet je natuurlijk niet om je te abonneren om te weten wanneer er nieuwe video's komen. Door op die knop daar beneden te drukken. Of een van de leuke andere video's te kijken hier, hier, hier of hier. Kun je niet op de links klikken omdat je op je telefoon zit. Onder in de beschrijving zal ik ook alle links voor jullie aangeven. Ik wens jullie een hele fijne dag en onthoud jongens, be unique.